De Harlinger aardewerk- en tegelfabriek maakt nog met authentieke technieken aardewerk en tegels. Op dit moment is het bedrijf druk bezig met de restauratie van de tegeltableaus van Hulst. Deze zaten in het pand aan de Schrans in Leeuwarden dat in juni 2012 in vlammen opging. Hierbij raakten de tableaus ook flink beschadigd. Het gebouw staat bekend als rijwielenmagazijn Argelo dat er begin vorige eeuw gevestigd was. Omstreeks 1930 vertrok de rijwielfabrikant Argelo naar Hilversum en het pand heeft vervolgens verschillende functies gehad. Op dit moment zit er ook weer een fietsenwinkel in het pand. De Harlinger aardewerk- en tegelfabriek gebruikt de originele ontwerpen om de tableaus te restaureren. De tegeltableaus van Hulst uit Harlingen vertonen drie radachtige ornamenten en een gevleugeld wiel. Ze dienen duidelijk als reclame voor de rijwielersteller.